supersportman. In één lange rechte lijn op zijn doel af. En daar moet alles voor wijken. Willem Ruska is een typisch voorbeeld van de topsporter. Dat wil zeggen, helemaal een totaal geobsedeerde persoonlijkheid. Gefixeerd op één ding, winnen, goud, de beste zijn. En er alles voor over hebben en verder geen overwegingen meer aan de zijkant. Het werd natuurlijk van het begin af aan dat mijn vader een topsporter was. Want het maakt niet uit wat je met hem deed. Mijn vader moest en zou winnen. En zijn doel was ooit ook Olympisch kampioen te worden in navolging van Anton Geesing. En hij dacht, als ik dat nou word, dan ben je mijn kostje gekocht. Dan komen ze vanzelf wel. Dat dacht hij. Contracten, dat dacht hij, ja. Maar ja, het bleek een verkeerde gedachtegang. Ik heb wel eens gezegd, hij zag eruit als een van zijn sokkel weggelopen Grieks beeld. En gewoon naturel, zo zag die man er gewoon uit. En ik herinner me nog, als hij zich uitkleedde, dan zag hij eruit als een godheid. God. Ja, hij was zo gespierd. Ik ben geen homo, ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Zo gespierd was hij. Ja. Ik dacht, god, zo wil ik er ook uitzien straks. Hey, hoe is het? Ik heb hem nooit zien judo. Het is van na mijn tijd. Maar de eerste keer dat ik er lucht van kreeg, was toen mijn vader zo'n boek, Het Aanzien van 1972 heette het, had. En dat ik daar aan het bladeren was. Ik zat zelf al bij judo. En daar stond dus een grote blonde beer in die goud kreeg omgehangen. En je zag ook die foto's, korrelig zwart-wit, waarin die Russen smeet en dergelijke. En wie is dat? Papa. En toen zei mijn vader, die heel goed kan bewonderen. Ah, Willem Ruska, dat was fenomenaal.